Jullie vroegen er heel vaak om in de comments. 3v3 met cheeses en olie. En dat gaan we gewoon doen. Doe zeker even dat blauwe duimpje omhoog als je hier zin in hebt. Let's go. Oké, dit was bij de vorige video was dit de topcomment. Dit 3v3 team. Zo, mijn kick-off, hé. Dit gaat heel mooi. Het leuke is, Ole zit nu in een professioneel team. G1, zoals je ziet bij zijn profielfoto en zijn tag. En dat is toch wel echt even een stack teampie. Dankjewel. Maar vandaag ga je met 2 spelers spelen, jongen. Dan denk je van, waarom team ik ook alweer? Ja. Nee, dit is ook een leuk teampie. Het werd heel vaak gevraagd, dus ik dacht, weet je, dan doen we dat. Ik heb de bal nog niet aangeraakt. Het is geweldig. Maar net. Alles de eerste keer. Hier misschien? Nee, ook niet. Naar jou? Maar met wat voor auto speel jij ook, Cheese? Heb je nog de random cars? Dit ding is geweldig. Oké. Okay. Wat is dat? Het is de breakout ding. Mats speel met de Bugatti? Ja, dit ding is geweldig. Oké. Okay. Ik heb alleen nog steeds geen bal gegeven. Nee, dat komt ook door je auto. Oh ja, oké. Okay, let's op, hè? Oh, doe het. Niet. Heb ik nou gemist? Nee, okay. Kijk, nu mag ik niks meer zeggen. Nee, nu scoor je gewoon je mond houden. What the fuck? Mas scoort even dit met de Bugatti, check dit dan. Oh, die chat moeten nou we blurren. Dit gaat over Ole. Oh, nee. Jij? Ja. Dit is wat er gebeurt wanneer je met iemand speelt die zo'n titel heeft. Dan gaat het gewoon helemaal fout in game. Ja, zo. Nee, hoef je geen sorry voor te zeggen, gast. Oh. Dat is juist leuk. Keppel? Dat is altijd wel leuk. Ja, gebeurt dat vaak? Nou ja, in jouw lobby's natuurlijk niet echt. Maar gewoon als je op lager niveau speelt, dan heb je wel heel vaak. Altijd. Ja, hè? Elke game. Ja, dat lijkt me dus niet heel chill. Dat je de hele tijd mensen hebt die gewoon... Ja, ik hoop altijd dat mensen een profiel op privé hebben, zodat ik ze niet hoef te signen. Ja, dat kan ook, weet je. Ja. Nee, gewoon in de korver gaan, joh. Weet je wat wel leuk is? Ik ga gewoon een sign van jou weggeven, als jij dat ook wil, aan iemand die dit kijkt. Gast. Dus als je op Steam speelt en je wil een sign van Ole, dan kun je dat winnen door te abonneren en te liken en gewoon eens even Ole te volgen ook. Ik doe dat dus ook eens even, inderdaad. Nee, maar Ole speelt dus in de, op het hoogste niveau Rocket League. Dat is dus zeg maar, insane. Dankjewel. Shit. Oh. Jij ook bijna. Oh. Ja, op hoogste niveau dit, hè. Ja, nee, maar kijk, je hebt zeg maar Supersonic Legend en dan heb je nog pro-niveau. En dat is waar Ole in speelt met zijn teammates. Ja. En wie weet dat Cheese en ik ooit dat niveau kunnen halen. Ja, nog even oefenen en dan komen we er wel. Klein beetje oefenen, de Bugatti uitzetten en dan... Pardon? Heb jij mijn peak net niet gezien? Nee. Die ben ik vergeten, gast. Oké. Okay. Zo met zo'n flashy auto heb je dat nou weer vergeten. Ja, dat kan niet, gast. Nee, maar ik vind je toch beter in de Dominus en de Octane. Sorry. Maar waarom meen je Dominus eigenlijk? Ja, Cheese is een Dominus main. Ja. Dat heb ik altijd al gedaan, weet ik veel. Wel? Oh. Volgens mij ik moet zeggen. Je hebt. Oh, Ole. Oké. Okay. Oh. Ja, oké, kijk. Dit je, is, wij gaan wel gewoon over auto's praten, maar gaan Ole. Ja. Check dit, gast. Dit is zo clean. En mensen blijven ook vragen in de chat, hè? Dit is heerlijk. Ja. Ik ga rechts. Zo, dat, die auto van jou maakt een geluidje. Ja, mooi, hè? Start-up is echt zo luid. Even kijken of ik Ole na kan doen. Ik heb hem iets zachter gezet, inderdaad. Ik fake? Fake? Oh, maar god. Het werkte bijna. Wacht, ik ga zo meteen wel reageren op hun vragen. Net doen alsof ze aan mij vragen. No problem. Oh shit, ik kan niet typen. Spelen tegelijk. No problem. Oh mijn god. No problem. Dit gaat helemaal fout. Ja, je hebt ook een quick chat, no problem, hè? Ja. Oh mijn god. Die had je ook gewoon kunnen gebruiken. Ik ben echt, ik ben helemaal van de kaart. Kijk, no problem hier. Dankjewel, Cheese, dat je even het spel gewoon weer uitlegt. Oh mijn god, score het Ole. Doe even normaal. Wat? Ik hoef niks te doen. Kal door de paas, kal door de paas. Wel een goede paas. Wat is dit? God, oké. En besef, Ole is geen eens warm. Ik vroeg net even, Ole, wil je spelen? Hij start zijn game op en dit is wat er gebeurt, hè? Dit is insane. Ik was nog even aan het eten, sorry. Oh ja. Mannen staan aan het eten en spelen tegelijk gewoon nog. Nee. Ja, maar vroeg als ik aan het eten. Aha, kijk, ik ga ook nog mijn bijdrage leveren aan het team. Vooral mijn emotionele bijdrage. Jij bent voor mental support. Ja. Nee, let op. Zelfs Twisty kan scoren. Ik ook tot nu toe. Wacht, kan ik scoren? Hoor. Ik kan wel. Jij hebt al gescoord, gast. Oh ja, ik heb al gescoord. Oh ja, die piek. Mijn piek. Jij hebt het ook weer vergeten. Hoe kan je dat nou vergeten, man? Ja, met die flashy auto, hè? Ik heb wel een assist aangeleverd, dus dat is iets. Dat doe je lekker. 4-0, gast. Dit is gewoon bijna SSL niveau in 3v3 ook. Dat is best wel insane als je mij vraagt. Hij doet niet eens een speed, dus wat is dit nou weer? Brup. Och. Nou ja, trouwens. Nou, is goed. Goal. Oh, wat een paas, gast. Close. Oh, ik val. Maar nee, maar net. Er is niemand. Dat is een goal. Oh, nou, jammer. Ik ben achter jou, Ole. Ja. Nice, naar jou, Cheese. Ja. Sorry, dit is heel perfect. Slecht. Dan komt het goed. Dit is allemaal part of the plan. En dit wordt de goal. Ja, voor hun. Oh, nee, heb ik nog? Nice. Oké.
Oh, ik dacht dat jij een van hun was. Hebben wij ooit eerder samen gespeeld? Nee, hè? Volgens dit is de eerste keer dat we samen spelen. Nee. Hij is daar. Hey, dan vind ik een 4-0 vind ik voor een eerste potje niet slecht. Ik vind het geweldig. Waar is deze boost? Oh, die hier is hij. Oké. Draai eens om, cheese. Oeh. Nice. Scoort er niet. Holy moly, wat is hier? Blijf maar rondjes rijden hier. Wat doet hij nou? Nee. Oh, jammer. Oh, we gaan gewoon... kijk hoe hoog die is. Gast, waar kan ik Bugatti kopen? Wat is dit? ik denk dat ik net gast? Laat ben nu. Ah joh, ik krijg hem nog wel. Ik fix de Bugatti wel. Dit is een forfeit, toch? Ja, zeker. GG. Ik wil even een rank zien. Ja, ook Grand Champ 3 spelen gewoon op. Sick. Hey, Target is op zich geen slecht speler. Hij speelt al sinds 2015. Nou, ik weet, jij vindt hem slecht. Of geen slecht speler. Ja, nu is hij niet meer zo goed, hè? Maar Ole, hoeveel uur train jij per dag? Als je gewoon alles meetelt, zeg maar. Freeplay, scrims, ranked. Hoeveel uur per dag speel je dan, denk je? Ik weet niet. Eigenlijk. Ik heb zo'n 2 uur scrims per dag. Ja? En dan... Verschilt het per dag hoeveel ernaast, zeg maar. Gemiddag? Dat wel. Oh, wacht, dit gaat in, denk ik. Wat? Hoe dan? Wat is hier gebeurd? Oké. Okay. Nee. Ik weet niet. Ik speel gewoon wanneer ik er zin in heb, zeg maar. Ja. Dus 24-7 is... ongeveer? Nee. Maar nee. Tot nu toe heb ik er nog plezier in, dus... Maar Rocket League is ook oprecht gewoon nog leuk. Ik kan het niet uitleggen, maar elke keer als ik Rocket League opstart, heb ik er gewoon weer zin in. Het is echt apart, want ik heb 5000 uur, 6000 denk ik bijna. Maar ja, het blijft een leuk spel. Nice, dat is een goal denk ik. Target? Ja, jeez, jij hebt ook 11.000 uur, hè? 11.000? Ja, goed hè? Ik meer dan ik. Ja, echt? Ole heeft 9.000. In midden? Als we al onze uren even bij elkaar optellen na deze goal. Oké, geen goal. Even kijken, 11 plus 9 plus 6, dan hebben we gewoon 26.000 uur. Nou, daar kunnen we bijna gewoon een kind mee opvoeden, gewoon zoveel uur. Ja, nou ja, dat is wel een paar jaar inderdaad. Oh, dat is jammer. Oh shit. Hey, laat in de comments weten, hoeveel dagen is 26.000 uur? Laat het me weten. Ik zou het namelijk niet weten nu. Ik denk 923, midden? Och, klos. Ja, dat zou goed kunnen. Ik denk 924, gast. Oh ja, nee, oké. Okay. Is goed. Laat het nog eens proberen. Erop, besef hoeveel uur dat is. Dat nice, goed safe. Maar als je het zo bekijkt, in CSGO en zo, en al die games, hebben mensen oprecht nog het dubbele van CSGO. Ja. Dat is ook al 20 jaar uit. Nou, ik weet niet, 20 jaar, maar... Ja, maar alsnog, in CSGO heb je echt veel mensen die gewoon heel veel uren hebben. In Rocket League valt het nog mee. Je hebt een Z9 die niks heeft bereikt in de game, maar iets van 14.000 uur heeft. Yep. Dat is volgens mij een record bijna. Doe het. Z9, daar heb ik al lang niet meer van gehoord. Z9, die werkt nu ergens. Volgens mij bij Faceit. Ja, dat mag ook wel. Want, ja. Rocket League werd hem niet. Nee, om even uit te leggen. Z9 is een speler die heeft heel lang geprobeerd om pro te gaan. Mijn game is getest. Maakt niet uit. Wij hebben dit, gast. Ik kom eraan. Hopelijk. Ik laat je even alleen. Gast, ik wil jouw Bugatti geen eens in dit potje, gast. Oh, grapje. Nee, ik hou van je Bugatti. Oh, trouwens. Komt goed. Blok. Ik heb 0 dan. Nice, ben je weer terug of werd je gewoon gebumpt? Je werd gebumpt, hè? Gebumpt. Oh, ik schoot er bijna tegen Cheese aan. Bro, is Cheese gewoon helemaal... Ja, je bent er nog. Oh, gezellig. In Discord dan, hè? Niet in game. Ja. Oh, oké. Okay. Nu snap ik er niks meer van. Je was er heel even nog. We hebben nog niks tegengekregen. Strijden nu wel. Nog. 10 seconden ben ik er. We hebben dit gast. Als we kunnen scoren. Hij is er weer. Wat gebeurt er? Ja, ik ben er. Nee, nu conceden we. Jeez, waarom? Ik niet alweer, jongens. Later. Forfeit. Alright, oké. Forfeit. Ik wil echt op die forfeit knop klikken. Maar ik doe het niet. Nu moet ik wel. Groepsdruk. Oh nee. Oprecht. Ik zou het doen als het geen ranked was. Gewoon. Oké, dan is er geen forfeit knop. Maar alsnog. Nog één? Ja. Is het? Oh, jij Cheese? Ja? Naar mij? Ah, dat kan ook. Wat een play. Dat kan ook. Insane. Heerlijk. Dit gaat helemaal goed. Dit gaat shit. Dubbele fake. Ja. Wacht, blok. Oh, goal. Kijk hoe goed ik ben. Dit is perfect. Dit is helemaal top. Ik score hem bijna op de crossbar. Dat is top. Ik score hem bijna op de crossbar. Ik hit hem bijna op de crossbar. En we hebben weer een forfeit. Gast, dit gaat vlekkeloos, man. Hey, we hebben eindelijk een waardige tegenstander. Als een ISL Mondi Elite. Maar alsnog gaan we ze inmaken. Dat gevoel heb ik gewoon. Ik ken deze jaar nog ineens. Nee, ik ook niet. Waarschijnlijk heeft hij zijn account gekocht dan. Want normaal ken ik een ISL Mondi. Oh, ze gaan. Ben voor? Ja. Open. Af. Nice. Wow. Nou, hij maakt wel een mooie save.
Ja, ik schoot hem ook wel makkelijk op hem trouwens, maar ik heb links mid. Midden? Nice. Thomas, ik heb niks. Ja. Naar jouw pinch. Pinch? Oh. Dat was insane jammer. Bijna. Dat was jammer. Weer voor. Ik ben rechtsachter 100. Ik ben midden. Ik ga gewoon. Wel. Wat? Hé, hey, je Bugatti gast. Wat, hoezo? Ja, ik dacht we gaan even iets anders. Serieus, drie, je gaat mee met de trend. Ja, groepstuk hè. Oké, okay, sorry. You? Oeh. Zieke fake. Naar mij nog? Solo? Even geduld. Oh, hij komt alsnog. Heeft hij hier nog? Oh shit. Ja. Ik heb hem misschien verneukt. Misschien? Nee. Ik heb het zeker verneukt. Cheese in de octane is toch echt minder goed dan de Bugatti, gast? Ik moet toch even die flashy car hebben, denk ik. Ja. Geen dubbel? Ja. Maar wel een goal, denk ik. Wat? Oké, okay, hij saved wel heel insane. Ja, dat is echt niet normaal. Ik ga voor bump. Ja, ik ben dood. Wauw. Heb ik al? Jij? Jijtjes? Ik ben gebumpt wel. Ik heb hem nu al 0. Nice. Zit dat? Dat zit niet, shit. Oh my god. Ik heb 12. Alright, ik ga wel. Pak jij de boost maar. Ja, is goed. Bij mij? Ja. Hij is dat is niet de beste, maar... Ik heb wel. Oh, hij dubbelt weer. Shit. Oh my god. Hé, hey, we moeten een call met maken, gast. I missed. Komt goed. 1 tegen 3. Ik heb. Achter je? Ja. Oké, een beetje sloom. Oh, ik ben gebumpt. Ik ben rechts met 100. Over me heen. Nice. Wacht, wok. Oh, dit wordt een goal. Wat? Is goed. Nice! Lekker. Jij? Heb wel? Ik ben er. Oh, ja. Dit wordt hem. Ole 0 second goal. Nee. Oh, jij? Wat is dat? Ik fake. Ja. Ik ga links. We hebben 16 schoten trouwens. Ja. Met één goal. Dit kan beter. Ja, hun defense is ook wel heel goed, het potje, moet ik zeggen. Ja, maar demo open? Oh nee, fuck. Ik heb nog 10 Xbox gewoon. Is goed. Ik ben helemaal 0 meer. Ik ben achter jou, Ole. Ja, hij heeft. Oh, dit is veel te spannend. Heb jij? Dit is echt heel spannend, ja. Ik neem tijd. Ja. 1-1, doe het. Flik. Kom op. No! Oh, jammer. Hij pre-junt weer. Zijn pre-junt zijn echt insane. Oh, close. Sorry. Hoeveel schoten heb ik al? Echt 5, yep. Oh, mijn god, jij Thomas? Ja, maar hij heeft. Ben up. Ik laat. Ja. Nice. Oh, ik heb al. Nice. Niet best, maar... Oh, ik heb hem gebumpt. Hij staat op touch. Ik heb al een sidewall. Nice. Ja, op. Oh, wat? Hij staat naar er jou, nog. Naar jou. Ja. Kom op. Nee. Ole! Nee. Nee. Hij mist. Oh, hoeveel heb jij bij de bal gehad? Ja! Oh, mijn god. Bro, Ole, 9 schoten, 0 goals gewoon. Maar ik moet zeggen, hun defense was gewoon insane. Het was meer defense dan dat wij slecht waren. En we hebben gewoon alle potjes gewonnen. Allemaal Grand Champ 3 ook. Tegen hun ook allemaal Grand Champ 3. Dit, we zijn gewoon bij een SSO in 3v3.